Maandoverzicht december. Sinterklaas deelt cadeautjes uit op pakjesavond. Formateur Ronald Plasterk wordt aangewezen om met een advies te komen voor het nog te vormen kabinet. Het weer is wisselvallig en voornamelijk nat. Koud is het nog niet echt geweest. Enkele nachten kwamen maar net onder het vriespunt. Dit is wat er in Almelo gebeurde. Er komt een energietoeslag voor de mensen die het niet zo breed hebben. Wethouder Sociale Zaken, Eugène van Mierlo, geeft hier een toelichting over tijdens het armoedepact in het erve Asito. Nou, het energietoeslag is een compensatie die de Rijksoverheid, die Den Haag, heeft ingesteld. Hè, in het kader van de dure energierekeningen en de prijsstijgingen die bij veel inwoners best wel eigenlijk rauw op hun dak zijn gekomen. Om daar een compensatie voor te bieden. En dat is niet de eerste keer. Hè. Inderdaad, gaf u al aan, in 2022 is er ook al een uitkering geweest. €1300 per rechthebbend gezin, zeg maar. Hè. Oktober ook wederom een besluit kunnen nemen om voor dit jaar dezelfde mensen en ook andere mensen die daar eventueel nog recht op hebben, ook die energietoeslag uit te keren. Dus €1300 over het jaar 2023 hebben 5000 inwoners ongeveer inmiddels al gekregen. En als mensen denken dat ze er nog recht op kunnen hebben, zeg maar nog niet de uitkering ambtshalve automatisch zeg maar via de gemeente hebben gehad, dan kunnen ze zich melden. Tijdens de feestdagen zijn zij extra druk, de fietscouriers. En ook hier in Almelo wordt er flink doorgetrapt om alle pakketjes op tijd te bezorgen. Inmiddels regende, dus ik moet even een jasje pakken zo meteen. En het zal wel tot 5 uur blijven regenen en dan ben ik vrij en dan wordt het droog. Dat zul je altijd zien. En nu stuur ik eigenlijk het grootste en mooiste peloton van Twente aan fietscouriers. En wij fietsen post en pakketten uit voor klanten en ontvangers. En dat doen we dagelijks met veel plezier. Je bent lekker buiten. Je bent lekker alleen. Dat is lekker. Je bent dan hier op de hub wel met z'n allen. En met z'n allen moet je het doen, maar op het moment dat je de deur uitgaat ben je lekker alleen. En doe je eigen ding. En dat is leuk. Klonen heeft al die stadspostvestigingen, of vele daarvan, overgenomen in Nederland, waar Almelo er één van is. En uiteindelijk zijn wij daar ook een fietscouriershub begonnen. Ja, dat begon met enkel 3-4 postcodegebieden, 2 bakfietsen, dat was het. En nu fietsen we in Wierden, we fietsen in Friesenveen, fietsen geheel Almelo door. En super vet. De winnaar van Stadsprijs Almelo 2023 is geworden Stadsboerderij Beeklust. Andere genomineerden waren Almelo Events en het Kunstpunt. De winnaar is geworden. Daar zitten ze! De Stadsboerderij! Het is helemaal geweldig. Ik denk dat we allemaal super blij zijn. Waardering is het voor alle bezoekers die altijd alle jaren zijn geweest bij ons. Welkom altijd. Het is het kerstje op de taart, zoals wij al hebben gezegd. Wij zijn super, super blij dat wij met ons team dit voor elkaar hebben gekregen. De 15e editie van de Vrienden van het Brookshoes in Bornebroek is een muzikale avond met diverse lokale artiesten. Schrijver en columnist Euskan Akjol is op bezoek bij Boekhandel Broekhuis om zijn nieuwe boek te signeren, Afslag 23. Ik ben zelf iemand die veel op reis is, nu ben ik weer op reis. En ik rijd bijna 100 kilometer per jaar en ik kom toch altijd weer terug bij Afslag 23, dat is de afslag naar Deventer.
En toen ik een roman ging schrijven over een jongen die dan vertegenwoordiger is, want het boek gaat over een hoofdpersonage dat vertegenwoordiger is, dacht ik van, nou, dat is wel een mooie titel, Asslag 23, want in het boek komt hij ook altijd terug naar die Asslag. En zo kwam de titel. Het is de tijd van het jaar dat Almelo weer tot een kerstparadijs omgetoverd wordt. De boom, voorbij restaurant Creta, werd met een heel proces succesvol het water overgetakeld. In het verleden was het zo dat elk jaar kregen wij zo'n beetje 20, 25 meldingen. Dus er was een heel gedoe om al die bomen te bekijken. Het laatste jaar was het al minder. Vorig jaar was het zo'n 10 bomen en van het jaar waren het er maar 6. En van die 6 waren de 2 helemaal niet goed. 2 die stonden te ver bij de mensen, bij de leverancier in de tuin waar dus de kraan niet bij kon. 1 was een hele mooie. Die stond in Aardort, was een hele mooie grote. En die kon om een of andere reden kon de firma Looms die ook daar niet weghalen. Het team van Straatpraat vroeg aan de bezoekers van de donderdagse markt: wat vindt u van een vuurwerkverbod? Ik vind dat het vuurwerk wel moet blijven. Ik vind het wel een stukje traditie, ook van vroeger uit. En er is al zoveel wat verboden wordt en niet alles wegnemen. Maar ik ben er niet voorstander van al dat knalvuurwerk en dat ze dat nu allemaal al doen. Daar denk ik van, nou, dat hoeft voor mij niet. Weet je, een beetje siervuurwerk vind ik wel mooi. Ja. Maar voor overdag en zo mag het eigenlijk voor mij er wel af. Hij was een hooligan bij de F-side van Ajax. Maar nu heeft hij zijn eigen sportschool en is hij prediker. Dit is het verhaal van Gideon Nussie. Mijn vader was vroeger drugsdealer. Leed en veel agressie meegemaakt in mijn gezin. Zo ben ik eigenlijk ook opgegroeid. Uiteindelijk, ondanks mijn ouders wel gescheiden waren, vond ik toch wel dat ik fijne opvoeding heb gehad. Ik ben nooit tekort gekomen, maar het heeft me wel gevormd tot de persoon die ik vandaag ben. Groeide ik eigenlijk op tot mijn puberteit altijd in die agressie. En uiteindelijk werd ik ook agressief, maar niet zozeer dat ik onschuldige mensen ging lastigvallen, maar dat ik het wel ging opzoeken. En vroeger had je eigenlijk een leesblad en dan was het een leesblad Panorama, waar ik op een gegeven moment ook een gedeelte van de F-site zag, een interview. Die ging dus gaan lezen, daar was ik heel erg geïnteresseerd in. En op een gegeven moment ben ik gewoon eerst naar wedstrijden van Twente gegaan. En uiteindelijk, weet ik niet hoe het kwam, maar was er iemand ook aanwezig die bij de harde kern van Ajax zat. En zo met jonge leeftijd, ik was iets van 17, 18 jaar, ben ik daar in binnengeslopen, om het zo te zeggen. En het is altijd een soort van regels en wetten bij een hooligan firm / groep. F-site in dit geval, dat je toch jezelf wel moest bewijzen dat je niet zomaar bij kwam. En dat ze zeker geen meelopers accepteren. Nou, hoe moest je dan gaan bewijzen? Door altijd vooraan te staan met relletjes. En bij knokpartijen dat je wel gezien wordt en dat jij niet weg gaat lopen. Winters Almelo met de Doelenkerstmarkt, het Kerstkorenfestival en met klap op de vuurpijl de kerstparade door het centrum van Almelo. Na 4 dagen plaatjes draaien haalt het Glazen Café in Bornebroek een prachtig bedrag van €27.340 op voor diverse initiatieven in het dorp. Ja, is echt een topopbrengst. Ik bedoel, we hebben alle genomineerde goede doelen hier in Bornebroek die een aanvraag hebben gedaan, hebben we kunnen helpen met een bedrag. Dus dat is sowieso goed, daar zijn we al heel blij mee. Hoe is het precies allemaal verdeeld, die bedragen, onder de verschillende organisaties? Ja, alle aanvragen die zijn geweest. Organisaties konden een aanvraag doen. Met ook een onderbouwing van hoeveel ze wilden hebben, waarvoor. Dat is gecheckt. En we hebben natuurlijk eerst moeten kijken wat is er binnengekomen dit weekend. Nou, dat is dus die 27.340 geweest. Nou, en dat hebben we hebben we alle goede doelen compleet hun aanvraag kunnen voldoen op eentje na. Dus dat is echt fantastisch nieuws.